Het gaat goed met Antwerp FC. De Rode Honden staan vijfde in de Belgische tweede klasse. En afgelopen weekend werd er met 1-0 gewonnen van Excelsior Virton door een doelpunt van Sandro Calabro. En dat allemaal onder leiding van coach Jimmy Floyd Hasselbaink. Ik heb het naar mijn zin en toch iets proberen neer te zetten, iets leuks. Op dit moment gaat dat goed. Laatste vier wedstrijden gewonnen. Laatste twee wedstrijden, drie wedstrijden met behoorlijk goed voetbal. Behoorlijk goed aanvallend voetbal. Dus we gaan een goede kant op. Hasselbaink mocht voor een groot deel zijn eigen selectie samenstellen. Zo kwam Calabro over van Sparta. De spits maakte vorig seizoen nog 15 doelpunten voor de Rotterdammers en heeft voor Antwerp al 4 wedstrijden op rij gescoord. Ik wist dat de ploeg interesse in me had en dat ze een type speler zoals mij zochten. En toen heb ik contact gehad met de trainer, Jero Hasselbaink. En hebben een goed gesprek gehad en toen heb ik besloten om bij FC Antwerpen te spelen. Het is wel wat anders en het is toch wel verschil met de Jupiler League, denk ik, qua voetbal en zo. Maar tot nu toe vind ik het echt geweldig hier. Antwerp FC is de oudste club van België en speelt haar wedstrijden in het 90 jaar oude stadion Den Bosuil. En dat is niet echt hoe Calabro het gewend was in Nederland. Het is echt Belgisch, het stadion. Het heeft ook wel zijn charme, maar ik denk voor een Nederlandse speler is het toch wel even slikken. Ik kan herinneren, ik kwam hier en ik ging een kamertje in waar de trainer zat. En het eerste wat hij zei is, let alsjeblieft niet op de faciliteiten hier, want dan maak je jezelf gek. Het oude ziet er soms wel eens heel erg leuk uit en toch, dat heeft wat. En het brengt ook een beetje Engelsen over. En ik heb natuurlijk jarenlang in Engeland gespeeld. Mijn familie die woont nog in Engeland. Dat is natuurlijk toch wel een charme in het voetbal dat ik heel erg op prijs stel. Als je het veld opkomt, die zijde daar, dat gaat helemaal los. Dat is echt fantastisch. Zo'n sfeer, dat maak je niet overal echt mee. Nee. De fans zijn in ieder geval blij met de manier waarop Hasselbaink zijn ploeg laat spelen. Mijn filosofie is, de meer je aanval, de minder je hoeft te verdedigen. En als je zo min mogelijk hoeft te verdedigen, krijg je ook min mogelijk doelpunt tegen. Dus als je zo ver van je doel afblijft, wegblijft, des te beter. Hasselbaink mocht grotendeels zijn eigen selectie samenstellen, maar alles onder controle heeft hij nog niet. Nee, jij hebt me stoppen!